mag ik gratis slijk shoppen. Dus dit gaat zo'n leuke video worden, want ik mag gewoon alle paarden kiezen, alle ponies, alle veulens. We hebben ook heel veel sets en natuurlijk een heleboel andere slijgdieren. En we gaan vandaag naar de Toy Champ in Utrecht, want daar schijnen ze dus echt superveel slijg te hebben. Ik ben er zelf nog niet eerder geweest. En van slijg heb ik dus 150 euro shoptegoed gekregen om daar te gaan uitgeven. En ik heb nog niet eerder voor zoveel geld aan slijg gekocht. Dus dit gaat een hele leuke video worden. En heb je daar nou zin in? Doe dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog. En blijf ook zeker kijken, want in de video heb ik nog een hele leuke aankondiging voor een meet and greet en een winactie. Dus doe een duimpje omhoog als je er zin in hebt. En dan gaan we gauw beginnen. Op naar de Toy Champ! Even, hier staat het dan hoor, de slijgafdeling. Het is echt hier heel erg groot. Hier hebben we vooral wilde dieren, boerderijdieren en het meest belangrijke natuurlijk de paarden. Maar kijk, zoals aan de buitenkant hier zo, zijn ook nog een heleboel sets. Dit is voornamelijk paarden, dus er zijn echt heel erg veel paardendingen. Nou, hier nog meer paarden, bayala dieren. Oh, hier ook nog een aantal stallen en sets. Het is echt heel erg groot. Hier zo nog, wojo. Kijk dan, dit zie je toch echt niet in elke slijgwinkel. Er staat hier gewoon echt, ja, een levensgrote slijgtijger. Je zou verwachten dat hij dan ook echt van slijgmateriaal is, maar let op, kijk. Boop, boop. Het is gewoon zacht materiaal, maar hij is wel echt super cool. En hier komen we natuurlijk voor de paarden. Ze staan hier allemaal, kijk, allemaal losse paarden, maar ik heb ook al een aantal sets hier zo gespot, dus we gaan alles weer even heel goed bekijken. En vandaag heb ik dus deze om uit te geven. Dus ik heb nog wel een aantal dingen op mijn wenslijstje staan, zoals natuurlijk nieuwe paarden. En sowieso heb ik nog een idee voor de nieuwe manege. Ta-da-ta-ta. Ik heb hier al een aantal sets gespot. Kijk dan even hoeveel hier wel niet staat. Echt genoeg om de manege mee aan te vullen. Western setjes of een setje met een paard en dan wat tuig erbij. Oh ja, die ook met dat veuletje. Wasplaats erbij. Oh ja, en hier heb je natuurlijk die setjes met een ruiter. Oh ja, deze hebben nog geen ruiter. Dit is trouwens ook echt zo'n ontzettend tof paard. Die heeft dan een oornetje erop zitten en beenbeschermers. En die zitten er dan wel aan vast, maar hij ziet er wel echt zo cool uit. Ja, ik heb hier namelijk een heel leuk idee mee. Maar daar gaan we zo meteen even kijken. Want wat ik ook op mijn wenslijstje heb staan, is een aantal boerderijdieren. En daar staat mijn moeder al. Hi mam! Hi! Wij gaan samen shoppen voor slijg. Mam, heb jij iets wat jij graag zou willen? Alle koeien. Alle koeien? Met horens. Met horens. Ja, er staan echt heel veel. We hebben echt keus genoeg vandaag. Kijk! Ja, en hieronder, kijk, ook nog hier paarden. En daar ook nog paarden. Oh, dat zijn natuurlijk die western sets. We beginnen natuurlijk met het allerleukste gedeelte. En dat zijn natuurlijk hier de paarden. En wat me gelijk opvalt is dat ik paarden zie van wat oudere collecties. Maar er staan ook een aantal nieuwe bij. Oeh, namelijk deze. Ah, die heb ik nog in één keer in het echt gezien. Oké, wacht, daar komen we zo. We beginnen even aan deze kant. Oké, ze hebben echt heel veel van die Pinto Maddies. En oh ja, hier staat dat paard. Kijk, wat heel erg op mijn eigen paard Uriah lijkt. Kijk, die is echt zo cool met dat stipje op zijn hoofd en die kleur. Oké, er zijn echt heel erg veel Pinto's. Dus even kijken wat hieronder allemaal staat. Oh, Tinkerveulen. Oh, die is echt heel cool. Ik dacht dat die inmiddels ook al uit de collectie was, maar hij staat hier nog. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de Tinker Maddie en de Tinker Hank. Ze zijn best wel oude paarden. Lipizzaners, Holsteiners, maar hier ook nog IJslanders, Clydesdales. Oh kijk, en die is ook ietsjes duurder. Oh ja, dat komt natuurlijk omdat deze groter is. Ja, want die heeft dan waarschijnlijk, ja kijk daar, een bruin stickertje. Kijk, de meeste paarden die hebben zo'n grijs stickertje, maar als het echt een hele grote is zoals deze, dan zijn ze ietsjes duurder. Dan hebben ze een bruin stickertje. Oh, kijk eens even, dit had ik nog niet eens echt laten zien, maar ze hebben hier de oude haflingers, maar ook de nieuwe. Kijk, deze is volgens mij vorig jaar uitgekomen, dus die hebben ze echt nog heel veel. En de oude, die zijn bijna uitverkocht hier. Oké, hier staan op zich wel leuke modellen tussen. Oud en nieuw ziet er goed uit. Maar hier zit er eentje tussen die helemaal nieuw is. Als je mijn slijg unboxing van 2024 hebt gekeken, dan weet je dat er één paard was die ik nog niet in mijn unboxing kon laten zien. Want slijg had hem nog niet. Maar hier zo in de Toy Champ hebben ze hem wel. Kijk, dat is dit paard. Ik moet even kijken hoe dat ras heet. Een Mangalara Margador. Ik heb geen idee of ik het goed uitspreek, maar dit is hem dus. Hij heeft dus een vlek aan deze kant. En aan de andere kant zit ook nog een mooie vlek. Die zit eigenlijk zo, ja, helemaal op zijn rug. Dus we hebben er hier, ja, vier in totaal dan eigenlijk. Dus ik ga even kijken.
kijken welke het mooiste is. Ik weet niet of jullie dat ook doen, maar als ik een slijgpaard uitkies, dan wil ik er natuurlijk wel de allermooiste uitkiezen. Dus ik ben voor deze gegaan. Oh, en hierboven staan trouwens ook nog sets. Die heb ik nog niet laten zien. We gaan gewoon eerst even dit hele schap zo afscannen. Maar hier hebben we zo te zien het Ruitercafé en twee soorten ook. Wat is eigenlijk het verschil? Want ze zijn volgens mij toch gewoon hetzelfde. Kijk, hier zit een paard, poppetje en een café. En hier ook een paard, poppetje en een café. Maar gek genoeg is deze doos groter dan deze doos. Maar naast het café hebben we hier ook nog de dierenambulance met de veulen en poppetje. Maar goed, deze twee sets die heb ik al, dus dat vind ik daar niet zo nodig. Eens even kijken wat we hier hebben. Oh ja, deze. Oh, die is echt heel tof. Dat is die paardenvrachtwagen. Die heb ik ook een tijdje geleden geunboxed in een video. Ah, die is echt zo tof. Als ik deze nog niet had, had ik misschien deze uitgezocht. Maar ja, ik ga hem niet dubbel doen. Heb ik ook een video van gemaakt. Eigenlijk is mijn YouTube kanaal gewoon super handig. Als je iets wil kopen van Slijg, kijk gewoon een unboxing op mijn kanaal. Want de grote kans is dus dat ik er gewoon een video van heb gemaakt. Want ik maakte natuurlijk al jarenlang video's over Slijg en over Slijgproducten. Maar ik ben natuurlijk sinds dit jaar ook ambassadeur van Slijg Horse Club. Echt super cool. Dus deze video is ook in samenwerking gemaakt met Slijg. En ik heb het tegoed ook van Slijg gekregen om deze coole video te maken. Oké, maar ik heb natuurlijk nog veel meer tegoed om te besteden. Want met één paardje gaan we natuurlijk niet wegkomen. Ik ga even laten zien wat hier allemaal staat. Die zat ook in de 2024 collectie. De Percheron, als ik het goed uitspreek. Heel tof. Oh, deze. Jongens, jullie weten toch? Deze wil ik altijd al een keertje repainten. Dit is mijn kans om er eentje uit te kiezen. Want kijk, ze hebben er gewoon genoeg. En hoe deze is geschilderd vind ik misschien iets minder mooi. Dat komt door de manen, want ik vind de vacht wel heel cool. Maar ik vind de houding ook ontzettend tof. Ja, dus nou hoef ik niet per se de allermooiste uit te zoeken. Want ik denk dat we deze gaan schilderen. Ja, dat lijkt me wel heel erg leuk. Deze nemen we ook mee. Oh, we hebben al twee paarden. Ah, weet je wat? We hebben al heel lang gekeken hier bij de paarden. We gaan ook even kijken wat de rest van de winkel nog meer te bieden heeft. Gaan we zo weer verder. Want ik zie hier ook nog allemaal tuigsetjes en dingetjes. Dit zijn allemaal van die kleinere setjes en vooral allemaal tuig. Oh, kijk, dit is wel handig. Dat is een poetskoffertje. Oh, kijk, ze hebben hem ook nog in het roze. Maar dan heb je dus een poetskoffertje met een paar borstels. Alleen, hier ben ik niet echt naar op zoek. Dus we gaan weer verder. Kijk, hier hebben we natuurlijk weer de andere paarden. Heb je een veulertje, picknicksetje, Friese paarden met allemaal tuigsetjes. En hier, kijk, hebben we dus van die stalletjes die je dus aan je manege kunt koppelen. Ik weet niet of ik hem uit het schap krijg. Kijk, je hebt natuurlijk deze slijgmanege. Dat is de allernieuwste. En die heeft dus een heel cool systeem. En dat is dus dat je steeds gebouwtjes kunt kopen, waardoor je manege dus nog groter wordt. Ik krijg hem alleen niet goed weer terug. Oh no, wat heb ik gedaan? Oh no. Ik moet hem wel netjes terugzetten, anders mag ik hier nooit meer terugkomen. Ja, oké. Netjes mooi naar voren. Zo, hij staat weer. Het lijkt mij dus heel erg tof om de manege nog groter te maken. En daarvoor heb je dus deze kleine stalletjes die je dus kan gebruiken om je manege groter te maken. En we hebben de keus uit deze. Dus een extra paardenstal met een paddockje. En bij deze zit één paard. Kijk, er zit een voerbak bij, waterbak, maar geen worteltjes of zo. Deze is €35. En dan hebben we deze. Die is, ja, qua stalletje is die inderdaad hetzelfde. Maar deze, die kost €40. Maar die heeft eigenlijk veel meer. Kijk, zien jullie dat verschil? Oh jongens, zelfs heb ik nog shoptegoed. En dan nog ga ik heel erg twijfelen. Van wat ga ik kopen? Ja, ik kan ze in principe ook allebei doen, hè? Ik had er nog niet eens over nagedacht, maar het kan natuurlijk wel. Dan heb ik 3 nieuwe paarden en 2 stalletjes om die grote video te maken. Oké. Ik moet zeggen, het is nog niet helemaal zeker dat ik deze ga doen. Want ik heb natuurlijk nog lang niet de hele winkel gezien. Maar ik hou ze eventjes apart. Okay. Wat ben je aan het doen, man? Ja, dit is echt heel grappig. Kijk. Netjes weggezet. Ja, kijk hoe netjes. Panda? Kijk even hoeveel panda's. Dit is echt fantastisch. En hoe netjes ze ook staan. Oh, dezelfde kant op zelfs met de olifanten zijn netjes. Nou, je hebt de winkel goed geholpen, denk ik. Jammer vind ik jacklui. Ja. Oké, we waren natuurlijk hier gebleven. Ik ging ineens natuurlijk random naar die spulletjes toe. Maar we gaan nou hier kijken. Hier hebben we Friese paarden. Kijk, ze hebben ze wel een beetje mooi op kleur gezet. Zo bij elkaar. Hier hebben we Mustangs, Morgans. Oh, daar zijn er ook echt heel veel van. En oh, die zwarte woudpaarden. Hele mooie paarden. Ze zijn super stevig, mooie kleuren. Maar goed, we gaan gewoon verder kijken naar wat er nog meer allemaal is. Oh, hier, kijk. Dat is die nieuwe Arabier. Ook van de nieuwe collectie. En Lipizzaner, Arabier, Pura Raza paard. Oh, deze is trouwens ook cool. Ja, deze vind ik heel cool. De houding en dan die gekrulde manen. Oh, misschien dat ik deze kan gebruiken om te repainten. Maar we hebben nog heel veel om te shoppen, dus ik ga hem even onthouden. Eerst even de rest bekijken. Oh ja, die. Oh, die is ook heel cool. Oh kijk, je zou denken dat deze ietsjes duurder is. Omdat die natuurlijk super groot is. Maar deze, die heeft wel nog een grijs prijskaartje. En dan hebben we hier Welsh ponies. Oh, wat grappig. Ik dacht dat die uit de collectie waren. Maar ze staan hier nog. Leuk. En deze paarden. En dan zijn dit een beetje de losse paarden.
paarden. Wow, we hebben ze allemaal gezien. Het zijn er wel echt heel erg veel. Maar ik heb nog een hele leuke aankondiging. Want ik mag hier vandaag voor €150 aan slijg shoppen. Maar er is een kans dat jij straks met mij ook voor €150 aan slijg mag shoppen. Ja, echt super cool. Want binnenkort gaat er in Emmen ook een Toy Champ openen. Met ook dus een slijgafdeling. En op zaterdag 30 maart ben ik erbij om een meet and greet te geven bij de Toy Champ in Emmen. Wow! Ja, namens slijg, want ze hebben daar natuurlijk ook heel veel slijg. Dus dat gaat echt super cool worden. Zaterdag 30 maart om 2 uur bij de Toy Champ in Emmen. En wil je nou ook kans maken op €150 shoptegoed? Nou, dan gaan we dus samen op zaterdag 30 maart. Is er dus één iemand die kans maakt om samen met mij dus voor €150 te shoppen? En wil je kans maken? Ga dan even naar mijn Instagram account, want daar heb ik zojuist de winactie geplaatst. Dus en een gratis meet and greet. En er maakt ook nog één iemand kans om samen met mij voor zoveel geld te gaan shoppen. Ja, echt super cool. Oké, altijd als ik slijg ga shoppen, wil ik ook even kijken bij de andere dieren, want die zien er ook echt super tof uit. En ik kwam eigenlijk een set tegen, jongens, en die vond ik misschien wel heel schattig. Hij staat een beetje verstopt tussen de wildlife, maar ik denk dat die super leuk past bij onze boerderij. Want je hebt toch wel vaker van die alpaca boerderijen. En hier zit dan een volwassen alpaca met twee kleintjes en ja, een stukje gras of zo. Ja, echt heel leuk. En hij kost €16, dus dat vind ik niet zoveel, want je krijgt gewoon 3 dieren. Dus zullen we die doen, man? Woe! Deze wil ik erbij doen. Ik heb ze niet en ze staan super leuk, dus die doen we erbij. Hier hebben we echt de grootste spoiler van 2024. Dit is een slijgset die jullie nog nooit in mijn video's hebben gezien. En die komt binnenkort ook in een unboxing video. Maar ik had hem zelf ook nog helemaal niet gezien. Kijk even hoe leuk die eruit ziet. Want het is dus een soort van trouwkoets. En bij deze set krijg je natuurlijk een koets en een paard. Een paard dat slijg niet eerder heeft gemaakt. En ook nog 2 duiven. Wat? En een paar poppetjes. Maar kijk, dat paard, dat hebben we ook nog nooit gehad. Dus het is echt super nieuw. En kijk, je krijgt ook een camera bij. Wat? En deze set die kost hier dan nu €50. Maar ik denk niet dat het heel handig is als ik deze ga meenemen. Binnenkort zou ik deze toch gaan unboxen in de video. En als ik hem dan nu ga halen, ja, dan hebben we minder shoptegoed. Dus ik denk wel dat ik hem terugzet. Want hij komt binnenkort sowieso in de video. Maar dan heb je alvast een spoiler van een nieuw product. Oké, ik wil eigenlijk even stiekem spieken op een plek waar ik nog wel een aantal diertjes van wil hebben. En dat is de boerderijwereld, Farmworld. Ja, mijn moeder die zei het ook al. Koeien zijn toch superleuk. En dat vind ik ook. Want kijk even hier met die bel. Deze die heeft hier wel een beschadiging. Dus dat vind ik niet heel leuk. Dus we hebben nog genoeg andere keuzes. Even kijken wat we nog meer kunnen kiezen. Oh, ja, 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 ja. Oh, de ezeltjes. Ja, tuurlijk. Dit ezeltje, die heb ik nog niet. Die is volgens mij vorig jaar nieuw in de collectie gekomen. Een heel klein schattig ezeltje. Kijk, hij heeft een beetje vlekken. Ja, dat is een bepaald ezelras. Ik heb niet zo heel veel verstand van ezels. Maar dit schijnt wel een bijzondere te zijn. Is misschien niet helemaal een paard, maar komt wel in de buurt. Oké, en weer door. Want we komen nu aan bij een beetje de wat kleinere diertjes. Hondjes. Oh, die zijn ook altijd heel erg leuk. Katten en ik zie hier de konijntjes. Ja! Dit is het allernieuwste konijntje van slijg. Oh, en er staat er ook, kijk, een andere bij. Je ziet bijna het verschil niet. Maar deze is net iets anders dan die. Hier nog allerlei soorten western sets. Ook heel erg leuk. Kijk, dit is trouwens hetzelfde paard als dat paard. En hier dus die set met het paard. Kijk, je hebt hier een set met het oude logo en het nieuwe logo. Er zit exact hetzelfde in, hoor. Maar dan zie je dus dat slijg is veranderd in het logo. Ziet er ook wel heel mooi uit, deze set. En hier, jongens, hebben we de set waar ik het altijd over heb. En dat is de konijnenset. Zal ik deze dan doen? Oké, ik ga hem in ieder geval onthouden, want we hebben hier ook deze. Ik zag hier deze kippetjes. Kijk, die zijn echt super groot. Hier staat 1 op 1. Dus dit is letterlijk het werkelijke formaat van deze kippetjes. En het zijn er 3 voor €12. Ik weet niet of ik dat een beetje veel vind. Maar jongens, voordat ik verder ga, leek het me even handig om te kijken wat de tussenstand is van wat we allemaal hebben. Dit is wat we tot nu toe hebben. En waar komt het op uit? Ja, €103. €103. Dus dat dus gaat nog best wel hard. Ik heb nog even, maar het gaat best wel snel. Ik ga even de rekenmachine erbij houden. Ja, ik moet wel in de gaten houden, want ik ga zo over dat budget heen, hoor. Ik vind het hartstikke leuk. Ik ook. Ja. Een koeien. Ja, jij wil nog een aantal koeien. Zullen we een koe uitzoeken? Ja, leuk. Ja? Oké, dat kan wel. We hebben nog geld over. Oh, jongens, ik zag hier nog een veulentje. Maar kijk, die staat best wel verstopt. Maar ik twijfel eigenlijk of ik deze heb. Ik weet het niet meer. En het is ook letterlijk nog de enige die ze hier zo hebben. Het is echt de allerlaatste. Dus misschien is dit wel eentje die eigenlijk uit de collectie is. En dat dit dan zeg maar de laatste is. Want kijk, ja, hij
heeft ook nog het oude Slijg-logo. Dus ik denk dat ik de gok maar ga wagen en deze ga kopen. Ja, ik vind het echt cool. Ik zie hem nergens anders meer staan. Nou mam, welke selectie heb je gemaakt? Het was een moeilijke keuze, hoorde ik. Mooie horens. Ja. En een koeienbuil. Ja. Oh, en ook nog schapen. Extra. En een angora. Jij dacht ik doe nog extra schapen erbij. Ja. Maar ja, okay. Dan moet jij kiezen, want we kunnen niet alles nemen. Nee. Dus welke ga je doen? Welke drie koeien? Ja, deze heb ik ook vast gehad. Die vond ik heel mooi. Kijk, die heeft een klein beetje een beschadiging. Ja. Deze, die heb ik volgens mij al, een soortgelijke. Oh, nou dan gaat het dan makkelijk. Doei. Ja. Doei. Maar dan blijft deze open. Maar deze heb ik nog niet. Maar die ziet er ook heel cool uit. Ja, ik weet niet of die heel gezellig is op een slijgmanege. Maar dat kan denk ik wel. Ja. Het is een dingen maar niet uitspiest. Ja. Mogen deze ook kleur mooi bij mijn jas? Oké, dan welke heb je? Ik vind die toch iets leuker, denk ik. Ja, welke is het? Ja, zo. Ja, oh, ja. Die is leuk. Die is ja, leuk. Nou, buiten maar. Het is een feestdag vandaag. Zo, de selectie van mijn moeder. Niks van de paarden, maar een stier en een schaap. Maar ik vind ze wel heel erg leuk. Ja. Ik ook. Goeie keus, mam. Dankjewel. Alsjeblieft. Graag geholpen. We gaan goed. Maar ik had het natuurlijk over een paard die ik heel erg mooi vond. En ik kan hem eigenlijk niet laten staan. Ik wil hem echt heel graag. En dat is deze, de zwarte woudmerrie. Ja, ik heb het al gezegd. Ik ben echt fan van dit model. Dat is wel duidelijk. Dus deze doen we ook. En dit is de tussenstand tot nu toe. Kijk eens even. We gaan wel lekker hoor. Twee sets en allerlei losse dieren. Echt heel cool. Oh jongens, het laatste item wat ik ga kiezen. En ik had het natuurlijk over twee sets. De kippen of het konijn ook. En ik twijfel tussen één van deze twee. Maar ik denk dat ik voor die ga. Want ik heb al een aantal konijntjes. En die kippetjes, die heb ik ook nog nooit gezien. En het staat toch super gezellig op je boerderij. Het is ook heel mysterieus. Want ze zitten in het zakje en je kan ze ook niet zien. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze eruit zien. Dus dit wordt hem. Oké, jongens. De laatste set. We hebben echt een hele goede keus gemaakt, vind ik. We hebben een aantal sets. Twee zelfs. Heel veel losse dieren. Want dat wilde ik ook nog heel graag. En zelfs nog ja, bijna een beetje verrassingssetjes. Want je ziet niet welke dieren hierin zitten. Dus ik vind het echt heel tof. Kijk. We hebben het gekocht. En ik zat zelfs iets over het budget heen. Maar oepsie, ik ga thuis maar even goed kijken wat we allemaal hebben gekocht. Het is tijd voor de shoplog. Ta-da-da-da-da. Kijk eens even. Gewoon een hele tas vol aan slijg. En kijk ook even hoe lang deze bon is geworden. Woehoe! Ik had zoveel shoptegoed gekregen. En dan nog ben ik over het bedrag heen gegaan. Want ik moest uiteindelijk 15 euro bijbetalen. Maar maakt niet uit, want we hebben wel echt hele toffe dingen. Want als eerste hebben we hier natuurlijk... Oh, een van de sets. En dit is de set met een stalletje en het witte paard. Maar ik wil hiermee dus een super grote slijgmanege gaan maken. Want dat kan dus met deze stalletjes. En daarom had ik er hier nog eentje gekocht. En deze set die was 5 euro duurder. Maar dan krijg je er nog een paard bij, een veuletje. En dan heb ik straks echt heel veel stallen. Maar ook heb ik hier nog een slijgpaard. En dit is dus een van de nieuwe 2024 paarden. Ja, ik kan het paardenras gewoon niet uitspreken. Want het is heel ingewikkeld. Magnora, hengst of zo. Ik vind hoe die loopt echt super cool. En dan die manen die omhoog staan. En de kleuren vind ik cool. En het schilderwerk van het paard vind ik misschien ietsjes minder. Als je naar zijn hoeven kijkt en de vlek. Maar ik wil hem wel echt heel graag hebben, want deze die had ik nog niet, dus de eerste. Dan heb ik hier ook nog een veuletje. Het is een Appaloosa veuletje en het grappige was nog dat dit een van de laatste was in de winkel. Dus misschien is dit er ook wel eentje die bijna uit de collectie gaat, geen idee. Oh, en deze die kreeg ik er ook nog bij het afrekenen. Kijk, twee stickervellen van Harry Potter van Slijg. Ja, ik kijk geen Harry Potter. Oh, wacht, deze had ik op zijn kop. Ik ben niet zo bekend met Harry Potter, maar ja, coole stickervellen. En oh, deze kleine setjes, ja! Deze vind ik ook heel leuk. En dan hebben we hier nog deze. Ik moet zeggen, ik weet het ras eigenlijk niet meer uit mijn hoofd. Maar dit was een model wat ik super graag nog een keertje wilde schilderen. Dus heb je een leuke kleur voor dit paard? Laat het even weten in de comments. Maar we zijn nog niet klaar. Ik heb hier nog een aantal dieren. Want hier heb ik dus ook nog een heel klein ezeltje. Dit ezeltje is volgens mij vorig jaar nieuw in de collectie gekomen. Maar wat me wel opvalt is dat deze dus echt super klein is vergeleken een normaal slijgpaard. Kijk, hier is de ezel. Hebben we hier een slijgpaard. En kijk dan, hij is gewoon bijna zelfs nog kleiner dan een veuletje. Dus ik weet niet of dat bij het ezelras hoort, maar het viel me wel op. Oh, en hier staat gelijk het volgende paard, want dat is ook de zwarte woudmerrie. Ik vind dat zo'n fantastisch slijgpaard, want die is ook echt heel mooi geschilderd. En de houding is heel mooi. En ja, het is best wel een aparte kleur voor een paard. Maar ondanks dat vind ik dat Slijg hem echt heel mooi heeft gemaakt. En dan hebben we hier nog een keus van mijn moeder. Een hele grote koe. Kijk, met hele mooie horens. Ook echt hele grote horens. Volgens mij is dit niet echt een soort die je in Nederland tegenkomt. Hij lijkt een beetje ja, Amerikaans. Dat doet het mij aan denken. Dus ik weet niet of hij heel erg op de manege past. Maar boeien. Hij is zo super mooi. Ja, ik ben gewoon fan van alles van Slijg. Dat is eigenlijk de conclusie. En natuurlijk niet te vergeten hebben we...
we ook nog dit hele mooie schaapje. En hij heeft echt hele coole horens. En die staan echt heel mooi. En het lijkt ook een beetje alsof hij lacht. Hij kijkt echt heel blij. Maar deze vind ik ook echt heel mooi gemaakt door Slijg. Hij heeft echt een hele mooie vacht. Het voelt ook echt heel apart aan. Net zoals een echt schaap. Maar goed, ik ben natuurlijk nog wel heel benieuwd wat er in deze twee setjes zitten. Dus deze ga ik zo openmaken. Maar deze grote sets die bewaar ik voor een andere video. Want anders wordt deze video echt heel lang. Abonneer op mijn kanaal als je de unboxing van deze twee stallen setjes niet wil missen. Want dan komen ze gewoon in de volgende video. Dan hebben we er iets meer tijd voor. En ik vertelde al in deze video over een gratis meet and greet en een winactie voor 150 euro shoptegoed. Want ik ben nu bij de Toy Champ in Utrecht geweest. Maar binnenkort opent er ook een Toy Champ in Emmen. Helemaal in het noorden van Nederland. En om dat te vieren ben ik dus zaterdag 30 maart bij de Toy Champ in Emmen met Slijg. En dan geef ik dus een meet and greet. En dat gaat zo super leuk worden. En de meet and greet is gratis in de Toy Champ in Emmen. En we beginnen om 2 uur 's middags. Laat zeker even in de reacties weten of jij komt. En dan is er ook nog één iemand die voor 150 euro, net als ik, gratis mag shoppen bij de Toy Champ in Emmen op zaterdag 30 maart. Op mijn Instagram-account Daphne Draafdoor staat nu deze winactie online. Dus misschien ben jij wel de gelukkige winnaar die samen met mij straks op 30 maart, ja, ook je lievelingsslijg allemaal mag uitzoeken. En ik zal jullie niet langer in spanning houden, want ik ben zelf ook heel erg benieuwd. Oké, welke doen we eerst? We beginnen met de kippen. Ik ben echt heel benieuwd hoe groot deze zullen zijn. Nou, ze leven niet lang als ze zo vallen. Oké. Oh, dit is kip 1. En... die kippen. Oké, dit zijn echt de meest grappige kippen die ik ooit heb gezien. Oké, nummer 2. Deze heeft iets donkere veren. En dan hebben we hier nog eentje. Deze heeft niet eens ogen. Oh, dit is echt zo grappig. Kijk eens even. We hebben de 3 musketeers, de 3 kippetjes. Ja, niet de 3 biggetjes, maar de 3 kippetjes. Kijk, deze 2, die hebben nog wel een beetje zicht. Kijk, die hebben ogen. Maar deze, ik weet niet hoe hij zijn leven doet. Maar deze heeft niet eens ogen, want al zijn haar zit ervoor. Echt wel onwijs grappig. En deze 2, die zijn eigenlijk hetzelfde. Die hebben hetzelfde model, maar dan een compleet andere kleur. Het is volgens mij ook een bepaald kippenras. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoe ze heten. Maar die hebben inderdaad zo'n zo'n pluimpje op hun hoofd. 1, 2 en 3. Wow. Oké, dan ben ik benieuwd of de alpaca's mij net zo erg gaan verrassen. Want die heb ik dus ook nog nooit, nog nooit gezien. Wow. Oké, we hebben hier iets meer. Want we hebben dus een grotere alpaca. Het staat met haar mond open. 2 kleintjes en nog een stukje gras. Dat kan je dan in de mond doen. Kijk even. Oh, dit is wel heel schattig. Ik dacht dat alpaca's iets groter waren. Maar deze is nog wel wat kleiner. Maar ze heeft nog 2 kinderen. Kind nummer 1. Kind nummer 2. Dit is zo schattig. Kijk even, 2 kinderen en een volwassen alpaca. En ik vind het wel heel grappig dat deze heeft een wat donkere vacht en deze heeft een lichte vacht. En dan hier nog het stukje gras. En daarom heeft deze ook de mond open, want dan kan je dat gras er dus in doen. dit is volgens mij niet helemaal de bedoeling, want kijk, dat gras staat zeg maar rechtop. Kijk, ja, het is nou wel gelukt. Dit ziet er wat echter uit. Ik denk dat het zo moet. Dat is wel een heel leuk detail. Dat heeft natuurlijk niet elk slijgfiguurtje, dat je er ook nog eten in kan stoppen. Deze was dan 16 euro voor de alpacaatjes en de kippetjes die waren 12 euro. Dus het is 4 euro per kippetje. Maar ik vind dat wel een oké prijs. Ze zien er echt leuk uit. En dan is dit het resultaat als je mag shoppen van Slijg. En ik zal jullie eerlijk zeggen, we hebben bijna 3 uur lang in de winkel gestaan. Want ik vond het natuurlijk heel moeilijk om te kiezen. Er is zoveel keus. En ik mag dus iemand blij maken met 150 euro shoptegoed. Dus kijk zeker op mijn Instagram account. En anders hoop ik je heel graag te zien op de meet and greet bij de Toy Champ in Emmen op zaterdag 30 maart. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je deze video heel erg leuk vond. En abonneer op mijn kanaal voor nog veel meer Slijg video's. Ja, ook over deze dozen. En er gaan nog heel veel tofs aankomen. Dus bedankt Slijg en de Toy Champ voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. En tot in de volgende video maar weer. Doei doei!